Ik ga jullie eens vertellen over heel interessant. Een mens zoekt gezondheid. Daarvoor zijn jullie hier. Maar ik denk dat jullie zijn niet hier voor gezondheid. Gezondheid is iets wat heel makkelijk verholpen kan worden. Met moderne wetenschap, mensen is zo ver dat hij kan je medicijn geven als je pijn hebt. Pijn gaat over. Ze hebben heel goede pijnstillers. Ze hebben morfine, ze hebben alle ontstekingremmers. Dat is het probleem niet. Je kan niet slapen, hebben ze heel goede slaapmiddel. Kan je ook slapen. Je kan, hebt u een of ander probleem met de ademhaling of noem maar any problem wat ons lichaam ervaart. Ik denk dat hebben ze wel oplossing daarvoor. Zo, daarvoor zijn jullie hier niet. Daarvoor hebben jullie huisarts, daarvoor hebben jullie specialisten, hebben jullie heel veel hulpverleners. We kunnen mensen 100 jaar oud maken. Maakt niks uit hoe ziek of hoe gezond is. Als een plant kan je 100 jaar worden. Met oxygen, met hart-long machine, hij kan 100 worden. Dat is het probleem niet. Ik zie in mijn praktijk, ik heb 45 jaar praktijk, 44 jaar. Ik heb talloze patiënten gezien. En patiënten zijn, wanneer ze bij mij komen, ze zijn natuurlijk bij hun huisarts geweest. En wat ze vaak horen van huisarts, er is geen probleem. Althans, er is niks te vinden. Als er niks te vinden is, er is geen probleem. Zo, jij bent gezond, ga naar huis. Er is niks aan te doen, omdat jij niet ziek bent. Zo'n persoon komt bij mij, hij zegt, ja, hij is een beetje teleurgesteld dat in het ziekenhuis hebben ze niks kunnen vinden. Dat is teleurstelling voor hem. Dat ze hebben alles gedaan, maar ze kunnen niks vinden. Zo, op zichzelf moest hij blij zijn, maar hij is een beetje teleurgesteld. Teleurgesteld dat er niks te vinden is, wil niet zeggen dat hij gezond is. Afwezigheid van de kwaal is geen gezondheid. Zo, hij heeft een huis, hij heeft een baan, hij is een manager, hij heeft een bankbalance, hij heeft twee kinderen, twee vrouwen, of één vrouw. Hij heeft alles. Toch, hij is niet blij. Hij wil zelfmoord plegen. Hij wil zelfmoord plegen. En ziekenhuis kan niet vinden. So wat missen we? Gezondheid of is nog beter factor? Wat we missen? Het is blijheid. So blijheid is meer dan gezondheid. U kan wel gezond zijn fysiek, maar u wil niet leven. En het kan dat u één been, één hand en één oog hebt en u bent helemaal tevreden. Welke situatie willen we? Dat is een vraag. Zo, vraag wordt beantwoord met ons eigen mindset, met onze eigen innerlijke tevredenheid, blijheid, en die antwoord uiteindelijk vinden we in de spiritualiteit. Wie is spiritueel? Wie zelf in elke geval goed vindt. Ben ik zwart geworden, is fijn. Ben ik blank, ben ik lang, ben ik kort, ben ik één oog, ben ik twee benen, maakt niks uit. Ben ik in Nigeria geboren, in Ethiopië geboren, in India geboren, of ben ik hier in Nederland geboren? Of Prins Willem-Alexander of ik, maakt helemaal niks uit. En het gaat over dat als je content bent in de situatie. En wat maakt je content? Kind huilt in zijn kamer en u komt, u geeft hem een speelgoed, hij komt, hij geeft hem iets, maar kind huilt, niemand. Moeder komt, zij geeft iets, kind is helemaal stil. Kind is helemaal stil, omdat moeder wist wat kind nodig heeft. En daardoor kind is blij. Zo, wat maakt ons blij? Dat we moeten weten dan.
Maar u zoekt, u koopt een auto, u koopt een huis, u koopt een zomerhuis, u koopt een vakantiehuis, u bent blij met de infrastructuur, u bent blij met alles wat u hebt, maar toch bent u niet tevreden van binnen. Zo, omdat het probleem is dat u weet niet wat u zoekt. Als u weet wat u zoekt, kunt u ook vinden. Wat u niet weet, kunt u ook niet zoeken en vinden. Zo, eerst wat mij ook collega's en iedereen heeft verteld, ochtends, dat wij moeten eerst zelf kennen. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Dan moeten we weten dat wat onze behoeften zijn. Wat heb ik nodig? De grootste conflict wat we hebben in hedendaag is dat we gedragen anders dan wat we zijn. We doen anders dan wat we nodig hebben. We eten anders dan wat ons lichaam vraagt. We eten wat aangeboden wordt. We zelf zo makkelijk aanpassen met de omstandigheden. En we zijn niet kritisch genoeg naar onszelf. En we aanpassen in de zin dat wat aangeboden wordt, wat te koop is, wat in de winkel zijn, dat nemen we. Zo, de grootste boodschap wat ooit is gekomen van al die lezingen van vanmorgen, is dat wij zijn uniek mensen. Wij zijn uniek mensen, dan hebben we ook uniek dingen nodig. Het is nooit wat goed voor mij is goed voor u. En wat goed voor u is goed voor mij. Er is geen plaats van etiketering in Ayurveda. We kunnen nooit zeggen dat melk is goed, of appel is goed, of dit is goed, of dat is goed. We zetten nooit etiket op een bepaalde product. Zo, het gaat over, u moet het zelf kennen. Er zijn reguliere geneeswijzen, allopathie of homeopathie, wat veel bekender zijn hier. En wat wij tegenover stellen, is natuurgeneeswijze, zeggen we. Die boodschap is totaal verkeerd begrepen tot heden. Mensen hebben natuurgeneeswijze verkeerd begrepen met de sens dat ze denken dat als wij dingen eten wat niet bespoten zijn, als het van geen chemisch is, als de medicijn niet van huisarts is, dat is natuurgeneeswijze. Vaak hoor ik tot verbazing dat een mens komt van een homeopaat en zegt ik neem natuurlijke producten. Dat zijn voldoeningen, dat wordt arsenic en noem maar op, al die kwalen of giffen in verdoeningen wordt gebruikt. Chemische dingen wordt ook gebruikt, strychnine wordt gebruikt, wat vroeger wij gaven om ratten dood te maken. Zo, mensen denken dat het, als je niet van regulier is, het is dan natuurlijk. Het is natuurlijk product. Terwijl dit boodschap is totaal verkeerd en verkeerd begrepen. Natuurgeneeswijze wil zeggen dat u moet je natuur kennen. U moet natuur kennen van de producten wat u gebruikt. U moet natuur goed herkennen waarin u woont, waarin u leeft. U leeft in Nederland, is totaal anders dan Suriname. Het is totaal anders dan India. U moet natuur kennen. U moet natuur kennen van jezelf. Wie u bent. Wanneer bent u echt blij? Wanneer bent u minder blij? Wanneer bent u ziek gevoelens? Wat is uw echt lust? Wat u zeker niet lust? Wat hebt u aversies? Wat hebt u voorkeur? U moet zelf dat analyseren. Maar als u vraagt wat wilt u drinken? Mensen zeggen wat u hebt. Hebt u koffie? Is fijn, en de thee is ook fijn. Ze hebben helemaal geen. Als ik ga naar een restaurant, is een buffet, zijn 6-7 drankjes, en ze pakken wat de eerste is. Of een vraag, wat ga je drinken? Oké, wat jij brengt, maar mag niet uit, geef mij wat. So, het kan niet zo doorgaan, het kan niet. Je bent een specifiek. Zo'n natuurgeneeswijze is dat je moet natuur begrijpen. Allereerst natuur begrijpen, ken jezelf. Wat is je natuur? Wanneer bent u blij, wanneer bent u minder blij, wat u echt wil en weet waarom u een bepaalde product niet lust. Waarom hebt u een versie? Het is niet zomaar dat u een versie hebt. Het is niet zomaar dat u een bepaalde ding leuk vindt of lekker vindt.
That's it, you and your family. Your man will is anders, u will is anders. So that zegt u wat. Dat is de informatie voor u. En wat doet u met informatie? Informatie, als we niks doen, raken we gewend. En die product vinden we lekker. Toen ik klein was, was ik vaak ziek. Mijn vader geeft me cognac. Ik ogen dicht, neus dicht. Vader, cognac in mijn mond. Ik zei, ik wil nooit meer drinken. En nu s'avonds drinken. Ik zoek waar is cognac. Smaak wordt ontwikkeld. Als je 10 dagen, 20 dagen, 50 dagen een bepaalde ding doet, smaak wordt ontwikkeld. Waarom is dat ontwikkeld? Omdat u hebt die aversie niet goede plaats gegeven. U had geen behoefte voor iets, maar er was in de pot zelf het product. Er was niks anders te eten. Dan hebt u smaak ontwikkeld voor dit. Smaak wordt ontwikkeld van een product wat u vaker neemt. Zo, dat is ons lichaam, dan gaan we herhaaldelijk fout doen. Zo, eerst is, ken jezelf. Tweede is, u moet die kennis hebben van de producten wat u gebruikt. Zo, dat wat u hebt gehoord vanmorgen, dat is een micro- en macrocosmos. Wat buiten is, is binnen, wat binnen is, is buiten. Zo, elke product is gemaakt van de 5 elementen. Mens, voeding en medicijn. Alles is van de 5 elementen. Als uw water inhoudende bent, en het product is ook water inhoudende, water plus water is te veel water. Terwijl onze behoefte is, als je water, als je koud hebt, behoefte is altijd van de warm. Als je warm bent, behoefte is altijd van de koud. En effort is zelf van de warm te zijn. So, ken jezelf. En u moet dan kennis hebben van de producten wat u gebruikt. Dat is het water, is het koud, is het element leer. En derde is dat u moet kennen dat waar we leven, natuur kennen. Wat begrijpen we van de natuur? Natuur begrijpen we dat het is zo perfect. Het is perfect dan ons. Maakt niet uit wat gebeurt. Het is tsunami geweest, het is dit geweest, of het is elke keer, elke jaar, op tijd komt de herfst. Hebt u ooit gemerkt dat op tijd komt winter, op tijd komt lente? Wie regelt dat? Er is een bepaalde volgorde. In mijn tuin, elke jaar, op bepaalde tijd, komt de bloem. Een week geleden was het zoveel sneeuw, vorig jaar in deze tijd. December 1 was heel veel sneeuw. Vorig jaar. En mijn tuin was helemaal vol van sneeuw. Een paar maanden. Men kan niet eens denken dat het hier zou is groeien. Zoveel sneeuw was de tuin. Maar na 2, 3, 4 maanden, het is februari, dan komt het maart, dan zien we toch, bloem komt het. Het is zo lange dagen, dan komt het weer precies op tijd, dat de donkere dagen. Het is een ritme wat heel perfect is. Na de zomer komt de winter, na de winter komt zomer. Na dag komt nacht, na nacht komt dag. Kind wordt geboren, hij wordt jong, hij wordt oud, hij gaat weer herboren. Er is een volgorde. Die volgorde is zo perfect. En waarom, wat doen we met die informatie? Dat het is na herfst, na de winter. Na de zomer is herfst, dan komt de winter. Verandering van de natuur verandert u. Het is micro- en macrocosmos. Als buiten water regent of waait, voelen we in ons lichaam ook dat het waait. Veel mensen op leeftijd kunnen ze ervaren en predicten. Voor die tijd kunnen ze voorspelling doen dat het gaat regenen. Ik voel het op mijn lichaam. Zo, veranderingen buiten, veranderingen in de lichaam van ons. Maar wij houden geen rekening mee. Dogmatisch, onze leefwijze en eetwijze blijft 12 maanden hetzelfde. Terwijl om de 2, 3, 4 maanden weer verandert. Zo, wie moet met de natuur meegaan? Dat is de boodschap. We zijn zo vast, gevoelig van veranderingen in de wereld. Dat wanneer koud is buiten, ons lichaam is warm. Omdat de temperatuur warm wil zeggen dat vuur is omhoog.
vuur omhoog, dat wil zeggen, we moeten iets geven om te verbranden, anders gaat het vuur ons lichaam verbranden. Zo, daarom, in de wintermaanden, je behoefte is totaal anders van eten. Wat u in de winter eet, eet u in de zomer niet. Winter laat u zwaar dingen eten. Zwaar korst, melkproducten, erwtensoep, goed vlees, zoete voedingen. Maar dat eet u in de zomer niet. Om de zomer is buiten warm, je temperatuur is laag. Spijsvertering, vuur is laag. Als je vuur laag is, dan lichaam kan niks verteren. Is niet in staat om te verteren. Dus als je dogmatisch elke dag dezelfde voedingen eet, 2 snijden brood, een beetje kaas, 1 appel, s'avonds 100 gram vlees, een beetje doperwten, een beetje aardappel, zomer in, zomer uit, dag in, dag uit, 12 maanden, als je dezelfde voedingen eet, dan je lichaam, u hebt het niet geluisterd. U bent niet met de natuur meegegaan. Terwijl, dit is natuurgeneeswijze. Zo, wat boodschap is van Ayurveda, dat niemand kan u beter maken, behalve uzelf. Dat is dat u moet met de natuur meegaan. U moet de natuur begrijpen, natuur meelopen daarvan. Zo, ken jezelf. Zo, eerst boodschap of inlichtingen wat ik wil geven. Analyseer jezelf dat wat u echt lust. En tweede, wat u echt niet lust. Wat uw aversie zet. Wat u wil helemaal niet eten. En in welke omstandigheden vindt u prettig? Welke weeromstandigheden zijn wat u meer maximum later lichaam en geest gebruik van maakt? De bijvoorbeeld iemand is, hij zegt, ik ben zomermens. Anders zegt hij, nee, ik kan beter presteren in de winter. We hebben verschillende mensen. So analyseer jezelf. Wanneer je best presteert, wanneer je minder presteert. Dit zijn allemaal informaties voor u. Wat u zelf kan doen. Maar Ayurveda is meer dan gezond maken. Dat is meer dan gezond maken, waarmee ik mijn spraak begon. Dat gezond maken is helemaal geen kunst tegenwoordig. We zoeken is meer dan. En daarvoor is dat men moet behandeld worden op 3 niveaus. Fysiek, daarvoor asana's, voeding, koolhydraten, eiwitten, vetten. Alles is nodig om goede structuur te hebben, goede bouwstof te hebben. Bouw lichaam te hebben. Tweede is mentaal. Mentaal niveau. Masses mind is ongetraind. We zijn helemaal ongetraind mensen. En iedereen kan getraind worden. Geest kan getraind worden. Geest moet getraind worden. Repetitie, wat zij zeggen, is mother of mastery. Om is te master met de repetition. Het woord daarvan master. So mind werkt precies op hetzelfde. Discipline. Herhalingen. Van een gewoonte. So dat is een discipline. Mind te leren. En ook zijn bepaalde voedingen. Wat, het was ook vanmorgen een vraag was gekomen van de mensen. Dat bijvoorbeeld, ik wil dat niet doen. Hij kan niet in meditatie komen. Hij voelt zichzelf onrustig. Het zijn allemaal voedingen van de geest. Welke voedingen zijn wat de geest rustiger maakt? Welke voedingen zijn wat hem irriteert, agiteert? Zo, er zijn sattvic voedingen. Er zijn bekend van de voedingen in Ayurveda dat u kan alle bouwstoffen eten, maar er zijn ook een voedingen met een bepaalde kwaliteit om je geest onder controle te brengen. Dat zijn sattvic voedingen. En het zijn niet alleen maar voedingen, het zijn ook sattvic daden wat je rust geeft. En dat maakt mens ook dat hij in meestal in meditatief toestand komt. Door voedingen. En in de voedingen van ons, bijvoorbeeld, in een heel voorbeeld, wanneer bloedsuiker laag is, geest kan ook niet rustiger worden. Zo voedingen hebben we nodig. We hebben op tijd voedingen nodig. We hebben time release voedingen nodig. Dat als je 8 uur eet tot 12 uur je voedingen goed blijft. Zo, mensen die altijd lijnen. Mensen die altijd proberen gewicht te verliezen, of
Er zijn bepaalde typen dat ze fysiek werk doen, hebben ze meer calories nodig. Per persoon kan anders zijn. En wanneer bloedsuikers laag zijn, geest werkt het ook niet. Maar tegengestelde, om geest te trainen, we moeten bepaalde voedingen geven wat hem meditatief toestand aanbiedt. Dat zijn sattvic voedingen. En behalve voedingen, we kunnen ook met daden dat brengen. Je gedachten brengen. Veel mensen zeggen, je kan niet van sigaret afkomen, alcohol afkomen. Of bepaalde gewoonten kunnen ze niet veranderen. Kan niet. Het kan ook niet. Mensen komen bij mij, hij wil stoppen met roken. Ik zeg, je moet niet stoppen. Hij zegt, je bent de eerste arts die zegt dat je moet stoppen. Ik kan zeggen dat je stopt, maar jij gaat toch beginnen. Het heeft weinig zin. Dit gevoel moet van binnenkomen. Dat je niet dat sigaret lust of alcohol lust of is. Dat kan in een bepaalde situatie komen. Die situatie is wanneer je lichaam en geest in rustig, in die balans is. Wanneer sattva overheerst, tamas en rajas wegnemen, automatisch je behoefte. Die conflict waarover ik had. De conflict is wat u doet en wat je lichaam vraagt. Dat is het grootste conflict wat u niet blij wil laten ervaren. Happiness wil niet laten ervaren. En dat kan alleen maar opgelost worden met het principe van Ayurveda. En het principe van Ayurveda is de terugkeren in je constitutie. Dan automatisch gaat je kiezen voor de producten wat voor je constitutie goed zijn. En gaat je automatisch efforts ontwikkelen voor de producten wat slecht zijn voor je constitutie. En dan bent u in evenwicht met je eigen constitutie. En dan bent u niet alleen maar lichamelijk beter, bent u ook geestelijk beter. En derde punt wat ik zei, spiritualiteit, u gaat meer content worden, blij met jezelf. En dat is missing part van de geneeswijze, waar tegenwoordig weinig aandacht wordt gegeven. En we hebben is add on to that. We hebben is extra dan andere geneeswijze. En we geven de verantwoordelijkheid aan de mens zelf. Niemand kan het beter maken. U kan zelf beter maken. Met natuur van jezelf te kennen, zelf te herkennen en verantwoordelijkheid van je gezondheid zelf op je eigen schouder te nemen. Niemand kan het beter maken. So, care yourself. En dat is niet meer een luxe, maar het is je verplichting om gezond te zijn. Als u die verplichting aanneemt om gezond te zijn, dan kunt u alleen maar lichamelijk en spiritueel verder in groei komen. En vierde doel wat net alleen heeft verteld, moksha, dat bereikt. Dan automatisch, u komt vrij van wat? Wat u vasthoudt. U komt vrij, moksha bereikt u van de dingen wat u vasthoudt. Jaloezie, haat, wrang, woede, dit zijn de dingen, daarvoor we moeten vrijkomen. Dat is moksha in dit leven. Moksha terwijl ik leef. Niet moksha wanneer ik dood ga. Heb ik niks aan zulke moksha. Ik wil in dit leven moksha bereiken. Moksha van heet, jaloezie, onnodig. Werflingen van de geest, hoe noemen we? Precies zoals u zegt, werflingen. Ja. Zo, die punten willen we in levende willen we kwijtdragen. En daarvoor u bent master van zelf. Kennis is macht. En met de kennis komt u daarbij. En daarom hebben we samen nu een school begonnen. Waarin Ayurveda en yoga. Omdat we met het lichaam ook gezond hebben. Mind ook. Spiritualiteit ook. Op drie niveaus we moeten werken. So, deze opleiding begint in september. En we zullen blij zijn om dat kennis wat wij weten. Dat over te dragen. En dus, zo, dat had ik te vertellen. Nu geef ik u gelegenheid om vragen te stellen. En dan heb ik daarvoor antwoorden, hoop ik. Ja. U zei dat met het veranderen van jaargetijden ook, of dat je op andere plekken woont en verandert de behoefte van het lichaam. Ja. Hoe kan je het verschil voelen tussen behoefte? En emotioneel eten. Ja.
dat heb ik verteld, dat je moet zelf eerst analyseren. Het is niet op broest op 1-2 dagen eten. Je moet eerst goed analyseren. Dat wanneer bent u goed? Wat zijn je behoeften? Wat zijn je aversies? So dat moet je, het is principe is zo, dat het kan al, het kan nooit, dat als je koud is, je gaat koud lusten. Kan niet. Behoefte is altijd van het tegengestelde van wat u hebt. Als je handen vol van ijs hebt, het zal koud zijn en uw lust is warm. Als je warm is, gaat u koud lusten. Wanneer u moe bent, wilt u uitrusten. Wanneer u heel veel geslapen hebt, wilt u met je lichaam een beetje uitrekken. Behoefte is altijd van het tegengestelde en aversie is van altijd van hetzelfde product wat u al hebt. Dat is het principe. Dat moet u begrijpen en analyseren en ook toepassen. So, het is nooit dat vandaag ik heb iets fout gegeten of iets. We zijn ook niet poppetjes dat 1-2 keer als je fout hebt gegeten, we gaan ziek worden. We kunnen heel veel aan. Maar het gaat over alleen als wij dag in dag uit fout doen. So, het is een kwestie van even aandacht geven, analyseren. Als je niet, dan maak afspraken met dokter Mehta. In Den Haag, hij kan u verder helpen. Ja, dokter, dat brengt me op het punt dat wat heeft een Ayurvedische arts als toegevoegde waarde dan? Precies. Ik kan me voorstellen dat, stel, ik heb een chronische ziekte met een aantal complexe ziektebeelden. Ik ben niet in staat als, in die conditionering om onderscheid te maken tussen wat is goed en wat is slecht binnen mijn voedselpatroon, binnen mijn eetwijze, leefstijl, etc. Ja, dat is mijn werk. Dan daar zeg ik dat mensen moeten zelf analyseren. Als ze niet uitkomen, maken ze afspraak. Een consult wordt aangevraagd. Daarin wordt verteld dat wat is goed en wat is minder goed voor hen. En richtlijnen voor leefwijze en eetwijze worden gegeven. En dan daarnaast komt het ook over tweede deel, dat is dan behandeling. Dan als het een of ander ziekte is, dat wordt dan ook teruggekeerd. Omdat u voelt optimaal. U bent in staat om maximum te presteren in your eigen constitutie. Lichamelijk en geestelijk. So, we werken in feite altijd onder niveau. Wat we kunnen, we presteren heel weinig. Omdat we niet in constitutie zijn. So, best is dat we moeten terugkeren in onze constitutie, dan automatisch gaan we beter presteren. Ook een vraag. Bhakti yoga, jullie hebben net gehoord of gezien. Bhakti betekent je moet ook een beetje accepteren. De arts is hier, is weten. Het is niet onwetend naar een antwoord geven. Ze zijn ze gespecialiseerd, ze weten ze. Als geven ze een advies, dit voltooi je, dan moet je ook accepteren. Sommigen zeggen, nou ja, ik neem het stapel, maar ik durf het niet. Dat is, ik hoorde ook net iemand zei, ja, ik ben dus niet negatief bedoeld, oh jee, kom maar lekker gegeten, dan moet ik met de ambulance bellen. Dat zit er in je oor. Je bent zelf vastgerust met allerlei oude rituelen, dingen, die ook soms overlaat. Dat is het bhakti. Dus arts is hier. Jongens, soms, ik heb alles gedaan, mijn auto is stuk, ga ik naar garage om te repareren. Niet zeggen, ik ga thuis repareren, dan mag je thuis blijven. Ja. En dat wat ik nog moest daarin aanbrengen, dat u moet de natuur begrijpen, waarin u leeft, wat is uw natuur, en de product wat u gebruikt, wat is de natuur van die product. Zo die kennis hebben we. Daarnaast, u moet unconditional geloof hebben in de intelligentie van de natuur. U moet respect hebben voor de natuur. Hoe? Intelligentie van de natuur, ik heb je verteld, dat maakt niet uit hoe sneeuw of hoe slecht weer of ander weer is, maar toch elke jaar, jaar in, jaar uit, het komt op tijd die bloem in mijn tuin. Niet in mijn tuin, ook in jouw tuin komt het, als je goed ziet. So, dat wil zeggen dat we moeten natuur respecteren in de zin dat hoe natuur ons geeft, dat dingen we moeten gebruiken. Nooit manipuleerde dingen gebruiken. Half Nederland gebruikt half volle melk, bij wijze van spreken. Volle melk zijn ze zo bang van geworden. Vetten van de voedingen zijn uitgehaald vanaf jaren 80. Zo, dat is manipuleerde wat ik zeg.
volle melk gebruiken, hoe wij van koe krijgen. Appel, groente, niet gemanipuleerde. Hoe het komt, zo moet gebruiken. Niet manipuleerde dingen. Dat is respect aan natuur te vertonen. Zo, wat gebeurt er? Dat we nemen wel halfvolle melk, maar daarnaast nemen we ook capsules van producten wat in de halfvolle melk weg zijn gehaald. Dat zijn wel in de capsule gekomen. Nemen we halfvolle melk en een capsule bij. En dan maken we weer vol binnen. Zo, respect voor. Dat moet u unconditional vertrouwen hebben in de natuur waar u nu woont. Hoe natuur ons geeft, het is namelijk zo, natuur is zo perfect, dat wanneer we een product van natuur nemen, bijvoorbeeld appel. Appel heeft dan al die kwaliteiten wat appel moet hebben. Het heeft ook een eigenschap dat appel ook opgenomen wordt. En het heeft ook een bepaald product dat appel u niet allergisch doet. U niet allergisch reageert daarop. En het heeft ook een product dat wanneer het goed opgenomen is, resterende product het van het lichaam weggelaten wordt, weggebracht wordt. Zo, dat is intelligentie van de natuur. Ja. Dan zeg het tegenwoordig, een appel hier bij Albert Heijn haalt, daar zit zo'n waslaag omheen en daar zitten allerlei dingen ook in de appel. De schil heeft ook geen zin. Ja, wat moet je daar nemen? Ja, dat is waar wat u zegt. Er zijn veel dingen wat onnodig daarop zijn gegaan. Maar we moeten natuur respecteren op die zin. Dat hoe onze natuur geeft, dat is toch wat. Weer root, terug naar de roots. Hoe onze voorouders hebben geleefd, dat was toch de beste route. Als u elke dag Albert Heijn gaat diezelfde appel kopen, die gaan ze ook nog morgen nog vullen ze bij. Precies. Als we kijken, producten die ergens een prachtig een vogeltje of een wormpje die gebeten, die willen ze niet eten. Want dat is uniek. Dat is de natuur die zegt het is lekker. Maar wij hebben alles chemisch ingecapsuleerd. Dat vinden ze prachtig, die eten we. Dus we moeten precies omgekeerd, wij moeten nu een stapje terug doen om te weer opvoeden zelf en ook in de maatschappij op te voeden. Ja, gaat ja. In plaats van dat je dan een kilo appels bij de Albert Heijn koopt, kopen dan één of twee bij een winkel dat ondersteund is. En de kwaliteit in je eten. Eet minder, maar beter, denk ik. Ja, maar goed, het is niet over één product, het gaat over meer de principe als je dat begrijpt en respecteert. En als je het zo minder vragen, natuurlijk wordt minder aangeboden ook. Ja, want vandaag de dag zien we dat veel kinderen en zelfs ook volwassenen die hebben een koemelkallergie voor melkproducten of producten waar melkrestanten in verwerkt zitten. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat is voor die mensen een oplossing? Of hoe zou je dat vanuit Ayurvedisch perspectief benaderen? Ja. We moeten zo zien dat allergie betekent dat een bepaalde product het lichaam niet tegen kan. Het lichaam reageert daarop. Zo, we moeten dan niet melk drinken stoppen. We moeten eerst naar kijken waarom melk niet opgenomen wordt. We moeten mogelijkheid creëren dat melk opgenomen wordt. Bepaalde enzymen tekort in het lichaam wil zeggen dat we moet dat stimuleren. Als je melk nooit drinkt, kunt u nooit daaraan ook wennen. Zo, net als kind geboren wordt, na 6 maanden geeft u eerst keer hem gemalen bloemkool. En kind reageert, geeft u over. Tweede dag geeft u hem weer. Hij geeft een beetje over. Derde dag geeft u bloemkool. Hij heeft accepteert. Vierde dag begint u met appel. Zo langzaam hebt u kind laten wennen. Zo, nu wat gebeurt er hier? We horen dat kind is allergisch van melk. Melk wordt van zijn lijst weggehaald. Hij zou het hele leven nooit tegen de melk gaan. Hij gaat nooit die enzymen ontwikkelen. Als je niet geeft. Zo, we moeten blijven geven. Maar tegelijkertijd, we moeten zorgen. Dat het lichaam in staat is bepaalde enzymen te produceren, dat het kan. We moeten zo begrijpen dat als het vuur goed is, we kunnen mijn computer ook daarin zetten, het verbrandt. Als het vuur niet goed is, kan de papier ook niet daarin verbranden. Zo, vuur, agni, waarover we hadden, spijsvertering, vuur, we moeten zien goed te krijgen.
Zo, het is ons dharma, het is ons verplichting dat altijd wanneer we iets eten, we moeten eerst zorgen dat het opgenomen wordt. Zo, daarom in India's keuken heel veel specerijen worden gebruikt. Men denkt dat het is een gewoonte of, nee, het heeft een bepaalde doel. Bewust of onbewust in elke restaurant, in elke keuken van de wereld, zelfs de principe wordt toegepast. Eerst wordt starters gegeven. Starters, voorgerechten. Bedoeling is dat je vuur omhoog komt. Vuur omhoog komt, dan geef je een bepaalde product. Precies hetzelfde principe is dat wanneer wij melk geven, we moeten eerst een kind of een volwassen persoon, dit soort kruiden, processed met kruiden, dat geven wat vuur verhoogt. Ik geef een voorbeeld. Aan kinderen, u kent de kardemom. Kardemom, er zijn twee soorten. Eén is groen, één is zwart. Zwart is meer medicinaal. Zo, als een kind een hele dag een half liter melk drinkt, zo half liter melk met één à twee kardemom, die grote, goed koken, dan een kardemom weghalen, weggooien, extract zit in de melk en geef die melk. Omdat u hebt dan een of andere kruid bijgegeven, wat spijsvertering vuur, in andere woorden enzymen zou stimuleren, en dat zou mogelijk maken dat de lactose niet makkelijk kapot gaat en opgenomen wordt. En anders moet u mijn adres geven aan de kind. Maar ik denk dat jullie het principe wel begrepen hebben. Dat is het principe. Behandeling is nodig. Vermijden is geen behandeling. Als je vermijdt van iets, dat gaat nooit behandeld worden. Het gaat niet over vermijden. Het gaat over hetzelfde ding gebruiken en laten behandelen waarom het niet opgenomen wordt. Zo, ik ben tegen vermijden. En ik ga werken met de vaccinatiesysteem. Net als kinderen gevaccineerd worden. Net als kind eerste keer wanneer die bloemkool had genomen, over had gegeven. U hebt toch tweede dag weer gegeven. U hebt derde dag ook gegeven. Totdat hij bloemkool helemaal geaccepteerd heeft. Zo, hetzelfde systeem is. Vaccinatie noemen we. Beetje. In kwantiteit minder. In frequentie meer. Vaker. Beetje. Is dat ook zo? Als met het stof en het vuil, dat een kind daar ook mee op moet groeien, dat je niet constant alles af moet pakken, dat je moet leren hoe hij spreekt ook zand eten en dan wordt hij daar sterker van. Boy is zeer zeker antistoffen. Ja. De vaccinatie wat u krijgt, krijgt u poep van de pig, poep van de koe, dust van dit, dat is al in de injecties, dat is in feite wel zo. Jammer genoeg, ik moet ja zeggen daarom. Zo, daarom de straatkinderen zijn soms sterker dan ons kinderen. We goed beschermd zijn. Dat zien we, dat ze hebben geen huis, maar ze zijn wel sterk. Onze kinderen zijn vaak moe, vaak verkouden, vaak dit. Vandaag niet naar school, gisteren was hij ook niet naar school. En straatkinderen kunnen soms dat wel. Ja, dan elke dag met zeep alle beschermlaag van je huid. Zo, terug naar de roots, wat ik zei. Ayurveda is terug naar de roots. En dan was de vraag over fasten. Dat was de vraag. Ja, dat werd ook Valentina had verteld. De fasten, wat is het doel van de fasten? Het doel is altijd reiniging. Reiniging, schoonmaken. Maar u begrijpt dat voeding is een brandstof voor ons vuur. Als je niet eet, dat wil zeggen op de vuur heb je brandstof niet gegeven. De consequentie daarvan is dat vuurvlam is een beetje laag geworden. Laag vlam van de vuur wil zeggen dat hij is minder in staat om iets te verbranden. De tweede dag heb je weer niet gegeten. Dat wil zeggen brandstof, diesel op de vuur heb je niet gegooid. Gaat vuur nog lager. Als het vuur nog lager is, dat wil zeggen hij gaat er nog niks verbranden. En je doel is defeated. Waarvoor u dat wilde doen, die purpose is niet te halen. Op de vuur is het niet. Tweede, op de leeftijd, na 50, in Ayurveda, dat is waterleeftijd. Maak niet uit wat voor constitutie iemand heeft. Water wordt overheerst. Dat wil zeggen, verdroging komt van binnen.
de reserves van ons lichaam worden minder. Ons lichaam is van 7 soorten weefsel. Plasma, bloed, spier, vet, botten, beenmerg, zaad. Alles wordt minder, 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 minder in hoeveelheid. En als je niet zal eten, vasten zal doen, dan your weefsels worden nog minder, worden niet bijgevoeld, bloedsuikers valt weg, u wordt hier heel gauw geïrriteerd, je waarnemingen worden slecht, huh? Waarneming niet alleen maar met ogen, ook met al die zintuigen. Zo, het is niet een goede situatie. Mag wel vasten, maar met aangepaste dieet. Aangepaste dieet is dat je lichaam moet wel voeding krijgen zonder je lever aan te werk stellen. De lever uitschakelen en dan voeding nemen. Dat wil zeggen, die soort voeding wat je koolhydraten makkelijk opneemt, zonder je lever, alvleesklier en andere organen op werk te stellen. Ze zijn in feite uit, ze werken niet. Bijvoorbeeld als je suiker neemt, hoeft het systeem niks te doen, bloedsuiker is hoog. Rijst nemen, rijstpap nemen, dat is groot, bloedsuiker gaat het hoog. Lever en systeem moeten niet helemaal hard werken om dat uit te halen. Die soort voedingen nemen wat makkelijk opgenomen wordt, weinig vuur nodig heeft. Tweede, wat calorierijk voedingen zijn, zodat je systeem voedingen blijft nemen zonder meer energie te kosten. So that is the visie van Ayurveda op vasten. Het is aangepast, programma voor elke persoon. Ja, ik heb het een keer gedaan met linzen en rijst en ghee. Yes, that is het. Khichdi noemen ze. Dat is juist, dat zeg ik, koolhydraten. En dat linzen wat daarin gezegd wordt, dat is een moonglinzen. Dat is een myth in de mensen. Een mens denkt dat het is eiwitten. Als je ooit gewoon op de caloriekaart zit van moonbonen, dat heeft heel veel koolhydraten dan de eiwitten. Zo, koolhydraten zijn dat weinig enzymen nodig hebben en wordt makkelijk omgezet. Lichaam is niet zoveel op werk gesteld van lichaam krijgt. Het is sick man food. Sick man food. Dat wil zeggen dat men wie ziek is, we willen zijn lever en alle organen minder op werk stellen. Hij kan die voeding nemen. Dat hij heeft toch energie nodig. Zijn systeem moet toch werken. En dat is de bedoeling. Met die punten gaan we elke persoon zeggen dat wat jij moet eten tijdens vasten, wat jij moet eten, voor elke persoon en ander, gezien zijn constitutie, reserves, wat hij heeft, leeftijd, waarin hij verkeert. Zo. Ja? Ja. Vroeger kokken is mij geïnteresseerd, dat moet je dan de hele mungboon of gesplitst? Gesplitst zonder vlies. Zonder vlies. Zonder cover, omdat dat is wat moeilijk verteerbaar is. Maar van hier is geen vraag gekomen van dit soort. Oh, wanneer had ik een vraag? Nou ja, sommige mensen die nemen zoutloos dieet, een vetloos dieet, een suikerloos dieet. Het is soms van die trend. Nou, dat is de grootste fout van Nederland en Europa. Ik vertel je, half Nederland neemt suiker niet. Half Nederland neemt zout niet. En de resterende nemen vet niet. So dat is totaal grote fout wat we hebben. Zo, er is geen goede voeding. Het gaat meer over compleet food. De definition van goede food is niet calorierijk. Wat tot nu toe wordt geteld, dat dit heeft zoveel calorieën, dit heeft allemaal niet gewerkt tot nu toe. We leven in het jaar 2013. Men is zoveel ontwikkeld, alles hebben ze gezien, DNA van appel tot en met rijst of noem maar op wat we eten. Ze kunnen alle calorieën tellen. Ze kunnen heel goed onderzoeken van alles. Maar niks werkt. Kijk hoeveel ziekten zijn tegenwoordig niet. Nieuw ziekten. ADHD. ADD. Hè? Neurologisch problemen. Hoeveel nieuw ziekten zijn niet opgekomen. Omdat men neemt oncompleet food. We hebben zout ook nodig. Ons lichaam heeft ook suiker nodig.
We hebben ook vetten nodig. Men neemt vetten niet, maar nemen wel omega 3, omega 6, omega 9. Lijnzaadolie. Iedereen loopt met lijnzaadolie. Als ze op vakantie gaan, nemen ze ook mee. En ze willen niet vetten gebruiken, goede vetten. De beste in Ayurveda is, als je omega 3 gebruikt, de beste, het moet dierlijk zijn, niet plantaardig. Ik heb veel studies gezien, veel patiënten gezien, de mensen nemen lijnzaadolie. Nee, het moet dierlijk zijn. Dierlijk is leverolie, hoe noemen we levertraan, visolie. Of allerbeste is, dat is ghee. Wat in India's keuken wordt gebruikt, dat is van roomboter gemaakt. Dat is rijk aan omega 3, rijk aan omega 9. En daarnaast nog een add-on wat het heeft, dat ghee is sattvisch. Sattvisch, dat zit niet in de visolie of the. En de kwaliteit daarvan is, als men ghee gebruikt, heeft hij wel omega 3 ook, maar gelijkertijd willende geen slecht idee in je hoofd kan komen. Dat is sattva. Al wilt u iemand kwaad doen, waarover we hadden, dat het moet van binnen komen dat u goed mens bent. Niet dat ik moet gedragen als goed mens ben. Het moet van binnen komen dat ik lust dit of ik lust dit niet. Sattva voeding heeft die eigenschap dat het gaat willende ook niet slecht idee in je hoofd kan komen. Om iemand kwaad te doen, jaloezie, haat. Zo daarom in ons dagelijks leven, een of de ander product moet zijn wat sattvisch is. Sattva, verhogende is. En ghee is sattva verhogend. En het is omega 3 rijk. En het is dierlijk. Dierlijk, dat is makkelijk acceptabel in ons lichaam. We kunnen plantaardig omega 3 blijven nemen. Het lichaam moet weer werken en eigen maken. En plantaardig, also dierlijk, het is lichaamsvriendelijk in dat zin. Ja, mevrouw. Op dit moment heb je een hype voor kokosolie, maar die is ook plantaardig. Nee, kokosolie is wel plantaardig, zijn we niet voor. Kokosolie is gemaakt voor tropisch land. U moet ook land begrijpen waarin u woont, heb ik gezegd. Dit is een koude land, we hebben verwarmende dingen nodig. Kokosolie is afkoelend. Zo, dat wordt gegeven waar 40 graden echt op je hoofd is. Dat kan India, Zuid-India zijn. En het kan ook in Suriname kan het zijn. Daar is ook zo'n echt op je hoofd. Zo, daarom, voor die land. We moeten het land ook kennen waar we zijn. En in de zomer ook, daar is één dag is 30 graden hier geweest. Dus dan mag je die ene dag kokosolie gebruiken. 21 juni, ik herinner me nog steeds. 21 juni was het, hè? 32 graden. Zo, ik dank jullie allemaal voor belangstelling voor hier te komen.